Geef een hartelijk applaus deze sponsoren die er vandaag allemaal mogelijk hebben gemaakt. For our English guests, so the 8th Eagle Grass Talent Tournament is over. So we were glad that the team of Pullum was here present on this fantastic tournament, and I hope they enjoyed the day so far, and hope the rest of the journey will be okay. Goed, wij gaan verder met de prijsuitreiking. De aanvoerders van de teams 12 tot en met 4 willen wij graag zo meteen naar voren toe. En dan straks de finalist en de prijswinnaar, de eerste prijs, mag helemaal op het podium komen. We beginnen met nummer 12. Mag ik de aanvoerder van Sportclub Genemuiden naar voren? Geef hem een fantastisch applaus. Maar dat zegt hij net. Ja, hij zei dat net. Gefeliciteerd. Wil je nog wat zeggen naar het publiek? Iedereen bedankt dat iedereen hier naartoe is gekomen. Sponsoren bedankt dat jullie dit mooie toernooi hebben georganiseerd. En ja, dat. Hey! Kijk, zo hoort dat. Mediatraining hoort er ook bij. Super, gefeliciteerd. Nummer 11, aanvoerder van PEC Zwolle. Graag naar voren. Aanvoerder van PEC Zwolle. Gefeliciteerd, dank dat jullie er weer waren. Wil jij nog wat zeggen? Ik wil iedereen bedanken voor dit mooie toernooi. Kijk, zo hoort dat. Goed, de volgende willen wij graag de aanvoerder van FC Emmen naar voren. De aanvoerder van FC Emmen, kijk eens, komt hij al, direct vooraan. En jij kunt niet achterblijven met even wat te zeggen, hè? Iedereen bedankt die aan mee heeft gedaan en aan mee heeft geholpen. En ik hoop dat we hier volgend jaar weer mogen zijn. Goed zo, dankjewel. De aanvoerder van Goed Eagles op de 9e plaats. Goed Eagles uit Deventer. Jij nog even wat zeggen? Bedankt voor de organisatie. Vond het een mooi toernooi en ik hoop dat we volgend jaar weer mee mogen doen. Goed zo, goed gesproken man. Nummer 8, SC Heerenveen. Driemaal het toernooi gewonnen in het verleden, alleen vandaag een 8e plaats. Daar komen ze. Kijk eens, voor jou nog even de microfoon. Bedankt voor dit mooie toernooi en hopelijk tot volgend jaar. Kijk, hebben we de medailles nog meenemen? De nummer 7, de aanvoerder van Ajax Amsterdam. Op de 7e plaats geëindigd, de aanvoerder van Ajax Amsterdam. Daar komt hij aan. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat. Kijk eens, voor jou het beker, de medailles. Kijk eens aan, een mooi cadeautje nog. En wil jij nog wat zeggen? Namens Ajax willen wij de organisatie bedanken. We willen iedereen hier verontschuldigen voor wat we hier hebben neergezet. En hopelijk worden we volgend jaar eerst en komen we weer terug. Oh. Kijk, zo is dat. Maar goed, dat is topsport. Het is niet altijd winnen, er hoort ook verliezen bij. Maar goed, de revanche volgend jaar staat genoteerd. Ajax Amsterdam weer op dit toernooi. Voor de 6e plaats, aanvoerder van FC Groningen. Kijk eens, er komt een hele mediateam aan van FC Groningen. Kijk eens, wie gaat het woord doen voor jullie twee of allebei even? Namens de club willen we iedereen bedanken voor dit leuke toernooi. Goed zo, super. Op jij ook nog even. Hey. Nummer 5, Sparta Rotterdam. Aanvoerder van Sparta Rotterdam, kijk eens aan. Pas op, je vingers is los, jongen. Goed zo, voor jou ook de beker, medailles voor je team. En een mooi cadeautje van Sparta. En voor jou ook nog even de microfoon, daar komt ie. Namens Sparta willen we iedereen bedanken voor het leuke toernooi. Goed zo. Oké, dan de nummer 4, we continue in English. We would like to have the team captain of Fulham from London. Also for you the microphone to say something to the crowd.
I'm proud of the boys. We tried our hardest, got unlucky in the semis, and just lost down pens. But thank you very much for inviting us, and thank you for the opportunity. Thank you very much for these beautiful words. It's not easy for a foreign country to come to another country and see how things are going in this tournament. So then the number three, NEC Nijmegen. Aanvoerder van NEC Nijmegen. Derde plek. Natuurlijk mag je wat zeggen. Namens NEC wil ik de organisatie en alle scheidsrechters bedanken voor dit mooie toernooi. Kijk, kijk, voor jou, beker. Gaan we over naar de nummer 2. Dat is de aanvoerder van FC Utrecht, graag naar voren. De finale met penalty verloren is nooit leuk, maar goed, het hoort erbij. Verliezen en winnen doe je samen in de topsport. Tweede plaats FC Utrecht, vorig jaar nog toernooiwinnaar, nu de tweede plaats dus. Het niveau zit goed, alleen dit jaar niet de nummer 1. Namens Utrecht wil ik de organisatie bedanken voor het toernooi, dank u wel. Gefeliciteerd aan Zet en hopelijk mogen we volgend jaar weer meedoen, dank u wel. Goed zo, goed zo, goed zo. Voordat we doorgaan naar de prijsuitreiking van de nummer 1 van het toernooi, gaan we naar de individuele prijzen. Dat wordt weer neergezet door een aantal vrijwilligers en technische mensen van Sportclub Genemuiden. Daar gaan we. Als we straks je naam hebben genoemd en de prijsuitreiking is klaar, willen we graag eventjes de mensen van de individuele prijzen in de tent een klein interviewtje voor de social media's. Dat hoort er ook bij. Speler van het toernooi. Mag ik naar voren? En geef hem een groot applaus. Jesse J. van der Meijden. Een AZ Alkmaar. Jesse, voor jou een mooie cheque van €200 van onze sponsor Mizuno. Een mooie beker erbij. Even je fotootje. Laat even zien de cheque naar voren toe. Die heb jij verdiend als speler van het toernooi. Super, geef hem een groot applaus. Wil je nog wat zeggen, Jesse? Namens AZ willen wij de organisatie bedanken voor dit leuke toernooi. Goed zo, dankjewel. Is het leuk? Jij komt straks eventjes afgelopen is naar de tent toe, even een klein interview. Oké? Goed, gaan we door naar de keeper van het toernooi. Keeper van het toernooi is geworden de penalty killer van AZ Alkmaar, Sam Stekelenburg. Is voor jou een mooie check, een paar handschoenen, dat wordt allemaal geregeld na het toernooi. Want wij wisten je maat nog niet van tevoren. Dus, maar goed, dat wordt allemaal na die tijd geregeld. Alsjeblieft. Nou, ik bedank iedereen dat zijn gekomen en AZ. En alle ouders, dankjewel dat jullie zijn gekomen. Superman, straks nog een hele interviewtje. En wij regelen dat die handschoenen bij jou komen. Gaan we verder met een rookie van het toernooi. En een rookie van het toernooi, dat houdt in de jongste talent, de jongste speler van het toernooi. Graag willen we Jacco Nabelman eventjes naar voren, sponsor van deze prijs. Jacco is in de buurt, ja. Daar komt hij. Rookie van het toernooi, het jongste talent wat wij hebben gescout vandaag. Eli Oudevrielink van NEC Nijmegen. Eli, kom naar voren. Eli, voor jou een mooie beker, een cheque. Een cheque van €100 komt er naartoe. Alsjeblieft. En even samen op de foto met Jacco. Even in de camera kijken. Allebei in de camera. Gefeliciteerd. Ja, goed, dan gaan we verder met de topscorer van het toernooi. Topscorer van het toernooi van het 8e Edelgras Talent Tournament. Jesse J. van der Meijer, daar komt hij weer. Onder andere een hat-trick gescoord. Ben je met de beker en die check naar voren.
Ik weet niet, heb je ouders een bak op de auto? Of kan er anders in de bus? Goed zo. Geweldig is het weer, topscorer van het toernooi. Nog een keer op de foto, borden naar voren draaien. Handen vol. Geef hem een groot applaus. Goed, zoals vanmorgen vroeg bij de start hebben wij beloofd dat wij ook een prijs hebben voor schoonste kleedkamer van het toernooi. Alleen de schoonste kleedkamer, nog niet alle teams hebben gedoucht. Dat wordt morgen via de socials bekendgemaakt. €250, maar morgen op de socials wordt dit bekendgemaakt. Goed, we hebben nog één mooie prijs. En dat is de Fair Play Club. De Fair Play Club houdt in een team, voor een team met een hele paar, allemaal een mooie paar schoenen. Aangeboden door Mizuno en gesponsord door Campana Coffee. De Fair Play Club 2023 van het Edelgras Talent Tournament gaat naar FC Emmen. Jongens, kom maar eventjes allemaal op het podium, een foto van de Fair Club, dat is verdiend. De aanvoerder eventjes naar voren toe. Aanvoerder van FC Emmen, gefeliciteerd. Achteraf gaan wij met jullie regelen, de Fair Play Club, maar verdient het houdt in. Respect naar elkaar, respect naar de tegenstander, respect naar de scheidsrechters. Gefeliciteerd FC Emmen! Voordat we verder gaan met de uitreiking van de eerste prijs, de wisselbeker, zullen we uiteraard nog een keer bedanken. Alle scheidsrechters, vrijwilligers, veldcoördinatoren, EHBO, doktoren en beoordelaars. Zonder hun is het niet mogelijk om dit toernooi maar mogelijk te maken. Een groot applaus voor alle scheidsrechters en vrijwilligers. Goed. Dan gaan we verder met de finale. We hebben het allemaal kunnen zien. In afgesloten met een penalty reeks. Gewonnen door AZ Alkmaar. Kom allemaal naar voren toe naar het podium. Het team in de staf van AZ Alkmaar. Geef ze een grote applaus. Van de individuele prijzen gaan we eventjes naar de tent voor een klein interviewtje. Nog een grote foto. Even blijven staan als zitten op het podium. De laatste foto van vandaag. Allemaal een goede terugreis. Also voor de visitors of London. Goede mensen. Have a good journey. And good relation on this trip to Holland. We hope that you enjoyed it. And we look to hope we'll see you again.